Ja, welkom allemaal, een nieuwe aflevering van de show. Vandaag gaan we het eens hebben over mijn nieuwe Sony Handycam, de HDR CX625. Deze kan filmen in full HD en heeft een zeer klein formaat. Ik ga jullie eens laten zien hoe die eruit ziet en wat je er allemaal mee kan. Ja, zo zit hij in de verpakking, de Sony Handycam HDR CX625. Dit is ook nog wel even een leuk iets. Ik ben bijna jarig en dit is een vervroegd verjaardagscadeau. Oh, mijn moeder. Hartstikke leuk. Het is een vol HD. Handycam. megapixels, 60 keer QR image zoom. 26,8 mm wide angle lens. De camera die ik nu gebruik heeft ook een 26,8 wide angle lens. Dus een breedhoek lens. Dat is hartstikke fijn. Je kan ermee timelapsen. En 5,1 surround sound. Je kan zelfs een speciale accu kopen. Je kan apart kopen. Die houden zelfs 10 uur uit. Even de vergelijking. De camera die ik nu heb is een Sony Handycam AX350. Diezelfde accu die ik met deze camera 10 uur uithoudt, houd ik met de grote camera waar ik nu mee film 5 uur. Ga ik hem even uitpakken. Wat zit er in de doos? Wat uitleg over, je kan deze met USB opladen. Hoe dat gaat. Er zitten allemaal boekjes in. Nou, de handleiding voor de garantie in allerlei talen. Een beetje uitleg over accu's. De NP-V150. Die zit bij de oplader. De NP-VF70. Heb ik hier. Die zit bij de grote camera die ik nou gebruik. Nu zul je misschien denken, hoe kun je nu nog opnemen terwijl je de accu in de hand hebt. Nou, het mooie is, ik kan beide accu's gebruiken van de camera's, maar bij mijn grote camera zat een adapter die je ook op deze camera had zetten, maar dat laat ik zo nog even zien. Nou, de boekjes heeft een beknopte handleiding in allerlei talen en een meer uitgebreide handleiding, onder andere in Duits, Nederlands, Italiaans, allerlei andere talen. Ja, zo zit de camera in de doos. Dit is de camera. Leggen we heel even apart. Wat zit er verder met de verpakking? Een USB. Nou, zeg maar mannetje, vrouwtje USB. Laat ik zo even zien. Dan kun je rechtstreeks de beelden afspelen van je camera op een HDMI apparaat. Zeg maar je tv. Of in mijn geval gebruik ik ook met een capture kaart. Kan je de camera gebruiken als een soort webcam. Kan ik met wifi en andere functionaliteit. Daar heb ik het zo nog even over. Verder zit er in de verpakking de accu. Dit is de Sony MP-VF50. En bij mijn andere camera zit de Sony NP-VF70. Het voordeel is, hier staat de V op. Zo even goed in beeld. Allebei de accu's zijn V. Dat betekent dat ik op zowel beide camera's de accu kan gebruiken. Als ik deze accu gebruik op de camera waar ik nu de review van doe, houdt het ongeveer 3 uur uit. Als ik deze accu, die bijna 2 keer zwaar is, op dezelfde camera gebruik, houdt die 6 uur uit. Nou, dat is groot. Verder zit er een standaard Europa, Nederland, Duitsland sticker naar USB op te laden. Ja, zo zit de camera in de verpakking. Voorzichtig in een soort stofachtig doek. Zo ziet de camera eruit. Deze accu die erbij zit, die is standaard niet opgeladen. Aangezien deze accu's compatibel met elkaar zijn, stap ik de grote accu van mijn grote camera nu even erin. Om te laten zien hoe het eruit ziet. Nou, ik zal eerst even beginnen. Hier zit een lenskap die vanzelf open en dicht gaat. Zo gauw als er stroom op de camera staat. Je pakt gewoon een accu, voorzichtig erin, klik.
als ik nu de camera open doe, zien we dat de renskap vanzelf open en dicht gaat. En we zien ook op de camera dat dat de rens is als het ware een oog. Dat is voor de stabilisatie. Dat is hartstikke mooi. Ik heb een beschermingsfilter gekocht. Want aangezien deze renskap wel vanzelf sluit, maar er nog stof in kan. Dus deze is een opschroefbaar lensfilter tegen UV. Heb ik ook op de grote camera waar ik nu mee film. Dat is echt een aanrader. Verder heeft de camera een 5.1 surround sound microfoon. Die overigens de grote camera ook heeft. Alleen ik gebruik een externe andere microfoon. Maar goed, daar gaan we het zo even over hebben. Aan de onderzijde zie je de standaard van ijzer versterkte schroefgedeelte. Waar je mee aan de statief kan zetten. Eventueel nog een gaatje voor als je een statief hebt die zowel de schroefdraad als een dingetje heeft dat hij niet zo kan verdraaien. Aan de bovenzijde van de camera heb je de hot shoe. Hier kun je onder andere, je ziet al de connectors. Zo'n microfoon, de ACM-XI-ST1M van Sony, kun je erop monteren. Of een ander type. En ook een lamp. En die wordt dan gevoed door die pinnetjes die hier, van die goudgekleurde pinnetjes die daar contact maken. Dus dan heb je geen aparte stroomvoorziening nodig. Ik heb op het moment dit geluid op mijn andere camera, mijn rode VideoMic Pro. Daar zit dus 9 volts blokje in. Maar als je dus, ik ben van plan om eventueel zo'n microfoon te gaan kopen, dan heb je zelfs stereo. Je kan daar een dode kat overheen. Ik heb bij mijn andere microfoon deze dode kat. Heb ik nu binnen niet nodig. Maar het is voor windgeruis buiten. Dus dat kun je hier mooi aansluiten op de hot shoe. Kapje kan ook weer een beetje dicht. Verder kun je hier mee inzoomen en mee uitzoomen. Je kan hier met de knop gelijk een foto maken. En zo ziet de camera er van binnen uit. Dat is een mooi touchscreen. Heel menu. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Wat zit er onder andere op de camera? Er zit een aan- en uitknop. Hij gaat vanzelf aan als je de cameraklep open doet. Een afspeelknop. En een, als je nou op een drukke markt staat, of er is iemand die heel erg aan het schreeuwen is, kun je op die knop drukken. Dan wordt het geluid gedempt. Deze camera heeft overigens, net als de grote camera waar ik nu mee film, al vanzelf een geluidsreductie. Stel ik ga een schuurapparaat of schrijftool of iets aanzetten, die heel veel lawaai maakt, gaat de camera vanzelf al het geluid dempen. Dat kun je ook uitschakelen, geloof ik. Maar wat zit er in het clipje? Er zit een mini HDMI uit. Dat is deze stekker. Die zit ook op mijn grote camera. En deze gaat naar gewone HDMI. Of naar een tv, computerscherm. Of eventueel naar een capturekaart. En dan kun je dus je camera gebruiken als een soort webcam. Je hebt ook wifi functionaliteit. Maar daar gaan we het zo even op. Verder heeft hij een mini SD slot. Dat is een beetje een nadeel. Voor sommigen. Want de gewone normale SD formaat. Die dus in mijn grote camera zit. Past dus niet hierin. Ik heb op het moment helaas nog even geen kaartje, maar die komt morgen. Nou, dat klepje kan ook weer dicht. Hier zien we nog een microfoonaansluiting en een koptelefoonaansluiting. Deze microfoonaansluiting is bijvoorbeeld, stel dat je een ander merk microfoon wil gebruiken dan de Sony met een speciale hot shoe. Zoals bijvoorbeeld mijn rode VideoMic Pro die ik nu gebruik, die zou ik hier op aan kunnen sluiten. En hier nog eventueel een koptelefoon. Als ik real life wil horen of het er goed op staat. Aan deze zijde van de camera zien we de multiport. En de multiport gaan we het zo ook nog even over hebben. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn grote camera heb ik een afstandsbediening. Kijk, als ik hier op druk gaat die verder in, verder uit. Mijn grote camera die heeft een infrarood ontvanger. Deze camera heeft dat niet. Die zit niet aan de voorzijde. Maar ik kan met die multiport en die afstandsbediening die ik heb gekocht van Sony, kan ik op de multiport een
adapter aansluiten en die heeft infrarood oog en dan kan ik mijn camera net als deze op afstand bedienen. Verder heeft deze camera een DC-in. Die zit er standaard niet bij. Maar de grote camera waar ik nu mee film is de AX350, die is 4K. En Full HD. Die adapter, die kan hierin. En dan kun je zonder het gebruiken van een batterij of een accu, kun je de camera gebruiken. Ik heb dat op het moment, want ik heb zeg maar de kleine accu die er net nieuw uit de doos kwam, die is nog niet geladen. Die zit, is helemaal leeg. De grote accu komt uit de camera waar ik nu mee film. En dat is ook het mooie, die kun je uitwisselen. Dus ik kan ook met de DC in, kan ik met die adapter die niet bij de camera standaard geleverd zit, maar gelukkig wel bij mijn AX350, waar ik nu mee film, zou ik hierin kunnen drukken. En dan kun je ongelimiteerd weer opnemen. Want dan heb je geen tijd meer dat je adapter. Hier zit de start- en stopknop. Kun je ook eventueel met de touchscreen bedienen. En hier zit een USB-stekker. Die is namelijk voor de gewone oplader. Want er zit namelijk bij deze camera deze USB-oplader. Doe je normaal gesproken hier zo erin. Stop deze USB-stekker hierin. Nou, gaat wel heel zwaar. En dan is het stopcontact. Gaat hij opladen. Het voordeel is, dat ik die andere heb, je kan ook op deze inbrug opladen met de adapter. Die je eventueel apart kan bijkopen. Ik heb geen idee wat die precies kost. Maar goed. Een grote voordeel is van deze USB-stekker. Je kan ook niet alleen camera ermee opraden, maar je kan, ondanks dat die klein is, misschien moet je even een vooropkabeltje hebben voor wat lengte. Deze kun je ook rechtstreeks in de computer steken. Ja. En dan kun je rechtstreeks data overzetten, zonder dat je eventueel een cartridge of zo nodig hebt. Stel je hebt een laptop, je bent ergens op locatie, je drukt dit in je camera en je hebt gelijk verbinding. Hartstikke handig. Grote voordeel is ook, deze USB kun je ook aan een powerbank verbinden. Dus je kan gewoon een powerbank kopen. Stel je accu is leeg, je hebt een powerbank. Nou, dan ben je eigenlijk volledig mobiel. Je kan hem gewoon opraden en je kan zelfs met een goede powerbank kun je nog de camera gebruiken op de powerbank. Stel je accu is helemaal leeg. In mijn geval heb ik gelukkig, ik heb dan twee accu's. Dus als ik nu ergens naartoe ga, neem ik die kleine accu mee. Als die leeg is, kan ik de grote eraan hangen. Je kan nog die grotere accu kopen. En dan kun je zelfs 10 uur, wordt hij wel, die komt nog verder dan dit, wordt hij wel wat zwaarder. Dat is wel een nadeel, maar hartstikke mooi. Deze heel handig weer opbergen. Er zit gewoon een soort openingetje. Tot de kabel, ja, die is vrij kort, tot er niks mee gebeurt. Verder, als je de camera opent, gaat vanzelf de lens open. En een lens is ook een oog. Hij heeft 5 assen. Dat zorgt voor stabilisatie. Nou, ik zal even een beetje inzoomen. We hebben hier het menu. Het menu ziet er ongeveer uit als de camera die ik nu ook heb. Hier zien we dat de batterij volledig is opgeladen. Als we daar een keer op klikken, geeft hij aan. 5 uur en 27 minuten houdt hij uit met deze accu. En hoe lang 000 is, er zit op het moment geen micro SD kaart in. Die is nog onderweg. Dus geef nu 000 aan. Normaal gesproken zou hij nu zeggen van bijvoorbeeld 2 uur kan er opgenomen worden. Ik noem het even wat. Ik heb er een besteld van 128 gigabyte. Ik ben heel benieuwd hoe lang ik op kan nemen, want ik heb deze camera waar ik nu mee film is 256 gigabyte SD-kaart. Die kan zelfs 10 uur opnemen in Full HD en ik meen iets van 8 uur in 4K, maar dat hangt een beetje van de resolutie af. Nou, je kan hiermee inzoomen met het scherm en mee uitzoomen. Ik kan het ook met deze knop doen.
maar even iets zakken. Kijk, nu gaat hij verder en zo gaat hij terug. Verder kun je hier gelijk een foto mee maken. Ja, hij begint nu te klagen dat ik geen microSD kaart heb, maar die krijg ik morgen. We zien hier nu een bloemetje, dat betekent dat je van dichtbij bent. Dat kun je ook anders instellen. Je kan dus opnemen met deze knop. Ja, nu gaat hij zeuren dat er geen kaart in zit. Volledig fijn touchscreen. Maar je kan ook deze knop gebruiken. Start stop. En met de adapter kan ik zelfs met mijn afstandsbediening, die ik nu gebruik voor mijn grote camera, kan ik hier op opnemen drukken. Hiermee foto maken en hier in- en uitzoomen. Goed, ik ga je even het menu laten zien. Ik druk op menu. Zien al, werkt heel snel. Nou, hier zegt opnamefunctie, microfoon, beeldformaat, draadloos. Dat is het mooie. Dit is de Sony Handycam. Maak nu een film met Sony Handycam. Die kun je draadloos met elkaar verbinden. Dan kun je zeg maar een groot scherm en een wat kleiner beeld in een hoek. Dat kun je zelf doen met twee camera's. Ook draadloos, ook op locatie. Dus je bent niet meer afhankelijk van wat je bijvoorbeeld een computer gebruikt met een captchakaart of wifi op je laptop of je vaste computer of zoiets. Je hebt volledig vrijheid om dat ook mobiel te doen, waar je maar wilt. Je kan deze camera overigens bedienen met een smartphone. Nou moet ik heel eerlijk bekennen, ik heb geen smartphone. Wat mooi is dat je met dat adapter, wat ik straks ook nog even ga demonstreren, wel met deze afstandsbediening hem ook kan bedienen. Nou, je hebt dus opnamefunctie. Deze is wat beperkter dan de camera die ik nu heb. Je kan zeggen film, foto of timelapse. Je kan hier ook prachtige timelapse mee maken. Het nadeel is wel van de Sony Handycams met timelapse. Dat die maakt allemaal fotootjes. Je krijgt er een programmaatje bij. En met dat programmaatje moet je op de computer de timelapse afronden. Je kan dus niet de timelapse in één keer kant en klaar met de camera maken. En die dan vervolgens zo op je computer showen. Nou, camera, microfoon kun je in allerlei standen instellen. Staat nu op automatisch. Je kan de witbalans instellen, de spot focus meter. Nou, iris, sluitertijd, luxe, alles is in te stellen. Die camera die ik nu mee film, ga ik eerst ook een filmpje over maken. Heb je een ring en een knopje, die is nog net iets makkelijker. Met deze moet je alles via touchscreen doen, maar het is een heel fijn touchscreen. Het is echt één keer drukken. Allerlei functies op. Beeldformaat. Nou, je ziet al opname hoge kwaliteit. De frame rate 50i, 50p, 25. Allerlei formaten. Dat moet ik zelf nog heel even uitzoeken. Dan heb je opnamefunctie. In allerlei kwaliteit. Hoogste kwaliteit FX. Hogere kwaliteit FH. Standaard HQ, lange tijd LP. Opname, kopieer kun je ook nog gebruiken. Ik moet nog even wachten tot ik mijn SD-kaart heb. Nou. De dubbele video opnemen kun je ook aan of uitzetten. Neem een simultaan film op om te delen. Dat is als je twee camera's aan elkaar gaat hangen. De bestandsindeling, nou je kan zeggen XAVCS, dat is waar ik nu mee opneem met de grote camera. De standaard staat hier op AVCHD. Ik moet nog eens even kijken wat dat precies inhoudt. Je ziet al, touchscreen werkt echt super. Ik zit onderin. Nou, draadloos kun je zeg maar besturen met de smartphone. Als je daarop gaat staan, gaat die wifi aan, dan krijg je hier zo'n IRQ-code of zoiets. Dan kun je smartphone ophouden of de gegevens die hier staan. En je kan ook met deze functie kun je de multicamera bediening. Ik zal eens even op mijn grote camera dat ook aantikken. Oh, dat kan ik niet tijdens het filmen afzetten. Dat moet ik dan eventjes zo direct doen. Maar goed, dat is een heel mooie functie.
Verder zit er de afspeelfunctie op. Kun je nu even niet zien omdat er nog niks opgenomen is. Maar hier kun je rechtstreeks filmpjes afspelen vanaf je camera. En het mooiste is, je kan ook de HDMI-kabel die erbij zit. Ik zal hem even uitpakken. Kun je rechtstreeks die films die je opgenomen hebt afspelen. Een micro HDMI hier, voor de duidelijkheid, onder dit krupje. Hij is al inprucht en deze gaat rechtstreeks in de tv of waar je het maar in wil steken, gewoon een normaal HDMI. En dan kun je rechtstreeks met de camera de beelden die je opgenomen hebt afspelen. De camera maakt meerdere bestanden als je een vrij lange film hebt. Maar zo gauw als je het afspeelt met de camera zelf, komt het over als één grote film. Verder heb je bewerken, kopiëren. Dus je hebt bepaalde functies. Wissen, beveiligen, kopiëren van allerlei dingen. Je kan volgens mij zelfs op deze USB-poort rechtstreeks een externe harde schijf hangen. Eventueel nog meer functionaliteit hebt. En bij de setup bijvoorbeeld media info. Nou, nu is dat even nog niet beschikbaar omdat er waarschijnlijk nog geen media op zit. Je kan formateren. Je kan beelden dubbel prepareren. Je kan bestandsnummer, dus ergens een bepaalde naam, gegevenscode, volume instellingen. Dan kun je het geluid harder en zachter zetten. Standaard staat hier ongeveer in het midden. Emotie invals. Moet ik ook nog eens even kijken hoe dat zit. Type tv kun je instellen. 16:9 of 4:3. Nou, de meeste tv's die modern zijn, zijn tegenwoordig 16:9. Maar je kan voor 4:3 kiezen als je nog een wat ouder TV heb. HDMI resolutie kun je instellen automatisch, 1080p, 1080i en 720p. Nou, kun je kiezen. USB aansluiting. Daar moet je mee op gaan staan als je dus de laptop of iets dergelijks aan de rechtstreeks aan de USB-poort aansluit, dan zou je nu verbinding hebben. Maar nu zegt hij, controleer het naar soort apparaat. Een netspanningadapter is aanbevolen omdat het meer stroom gaat gebruiken. In dit geval heb ik nu een hele grote accu eraan. Dat zal geen enkel probleem zijn. Pieptoon aan of uit. Zoals nu druk je op een knopje, hoor je piep, piep, piep. Dat kun je uitzetten. Fijn vind ik het ook. Inschakelen, monitor kun je aan en uitzetten. De taal. Je hebt allerlei talen. Je hebt Nederlands, Portugees, Turks, Pools, Romeins. Ik weet niet eens wat voor taal dit allemaal is. Het lijkt me iets van Chinees of Japans. Ik denk Chinees. Kalibratie, stel dat het op de een of andere manier niet goed uitgerijnd is. Info over de accu. Nou, ik heb nog 556 minuten accu. Dat is iets van 90%. Inventarisatie. De terugstellen naar standaardinstellingen. Druk op herstarten. Nou, dat doe ik in dit geval even niet. Demonstratiefunctie aan. Ja, en de versie. Dit is de HD-CX625 versie 1.0. Je zal eventueel een firmware upgrade of iets kunnen doen. Kan in dit geval ook rechtstreeks door de... Nou. Ja, dat moet ik wel even bijzeggen. Deze camera heeft eigenlijk bijna dezelfde bediening als de grote camera waar ik nu mee film. Alleen... in sommige menu's is de linkerbovenhoek wat minder makkelijk te benaderen.
Dat is een klein beetje een nadeel. Nou, de datum, de tijd in sterren en de regio in sterren. Dat kun je ook, want de films of de foto's die je opneemt, houden dan de datum vast. Dat is handig als je later van al die stukjes film een film wil maken. Dat kan overigens met de software die Sony gratis mee levert. Ik heb in dit geval Sony Vegas 13 Pro gekocht. En dat gebruik ik om mijn software te renderen. Maar de software die bij de camera wordt geleverd is voldoende om een vrij eenvoudige film in elkaar te steken. Alleen wil je allerlei extra functies, dan gaat dat waarschijnlijk wat lastig worden. Ja, ik wil je nog even laten zien. Je kan natuurlijk renderen met Sony Vegas 13 Pro of een ander programma. Maar wat zit er standaard bij de camera? Er zit Preon Memories Home, wat we hier zien. Nou, ik kan dat opstarten. Het staat trouwens ook automatisch op, zo gauw als je een SD-kaartje of micro SD-kaartje invoert. Maar goed, krijg je dit programma. Hier kun je eigenlijk de basis videobewerking mee doen. Video's onder elkaar knopen, een beetje bewerken. Niet zo uitgebreid als met Sony Vegas 13 Pro, maar ik wil het toch even laten zien. Dit zit dus gratis bij het programma. Ik ben dus niet verplicht om een heel duur programma te nemen. Dit is beschikbaar voor Windows en Mac. Je kan hier onder andere met dit programma moet je gebruiken als je timelapse van de camera wil overzetten. Want de timelapse kan helaas niet met de automatisch met de camera gemaakt worden. Zelfs met de AX350, die dure, die bijna dubbele kost, kun je niet een timelapse automatisch maken zonder het na te bewerken met het programma. Nou, hier kun je van alles mee bewerken. Je kan hier bijvoorbeeld overschakelen naar video bewerken of foto's. Nou, we zien al, nu is het menu meer gericht op video's. Je kan natuurlijk ook zo weer terug naar de foto's, net hoe je het wil. Nou, ik wou het toch even laten zien, want ik gebruik zelf Sony Vegas 13 Pro. Maar dat kost €250. Tenminste, dat heb ik er toe voor betaald. Ondertussen is het alweer Sony Vegas 14. 13 is geloof ik niet meer te koop, maar goed, dat doet er even niet toe. Maar de Preon Memories Home is dus gratis bij de camera en kost dus geen cent extra. Nou, dit is in grote lijnen het menu. Hartstikke handig. Goeie touch. Je ziet, er zit geen viewfinder op. Dat wil zeggen, normaal gesproken bij mijn grote camera kun je hier zo'n dingetje uittrekken. Dan gaat je scherm op zwart. Kun je daar met je oog doorheen kijken. Dat is wel voor sommige mensen een nadeel. Ik vind het persoonlijk geen nadeel. Ik gebruik zelf bijna altijd het scherm. Als je nou met heel veel zonlicht gaat filmen, kan het een nadeel vormen. Dat is waar. Maar ik heb in eerste instantie deze camera gekocht, omdat ik heel graag een tweede wil. Kijk, we zien de lens gaat ook netjes vanzelf dicht. En het mooiste is, je kan die camera's met elkaar combineren. Ja, verder kun je met de multiport die aan deze kant zit, een mooi krepje, kun je ook nog bijvoorbeeld afstandsbediening aansluiten of andere apparatuur. Dit is de Sony RMT-VP1. Hier kun je mee opnemen, start stop, inzoomen, uitzoomen en een foto maken als je belangrijke inhoud. En je kan hem eventueel blokkeren. Hier zit nog een reset knopje. Die gebruik ik met deze grote camera normaal. Ik heb nu even remote control uitgezet op mijn grote camera. Ik ga nu eventjes op mijn kleine camera laten zien. Dit is de ontvanger die apart te koop is met deze afstandsbediening. Deze afstandsbediening kost ongeveer €45 tot €50. Ik zal een linkje in de beschrijving doen als je interesse hebt. Je kunt met heel veel Sony camera's gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld mijn AX350 waar ik nu mee film. Er zit standaard infrarood op aan de voorkant. Ik heb het nu even uitgeschakeld, want ik ga even demonstreren hoe het eruit ziet. Je pakt dus deze ontvanger. Je hebt hier de multiport. Je stopt de stekker zo. Ups, in de multiport. En je zet de camera aan. Nu zien we al, ik kan eventueel hier op de hot shoe
zou je kunnen zeggen van, ik zet hier mijn ontvanger. Dat werkt natuurlijk een beetje makkelijker. Je ziet wel, je hebt heel draad, maar dat is even niet zo'n punt. Nou, ik zou eventjes kijken als ik nu ga inzoomen. Kijk, we zien al, hij gaat nu inzoomen met de afstandsbediening. Terug. En die starten. Ja, ik heb op nog steeds geen kaart. Dus dat gaat hij niet pikken. En dit is eventueel een foto nemen. Dit is heel makkelijk als je camera op afstand wil bedienen. Als je afstandsbediening openmaakt, zoals ik nu even niet doe, want ik heb een zakje, meestal wat hij anders vies als ik aan het klussen ben of andere dingen aan het filmen ben. Er zitten drie opties op. Dus je zou eventueel drie apparaten kunnen hebben. Of drie verschillende afstandsbedieningen. En dan kun je een zone kiezen. Want nu heb ik bijvoorbeeld twee camera's. Als ik nu deze camera en die andere, dan gaan we elkaar in het vaarwater zitten. Dan gaan de camera's tegelijk. Het kan een voordeel hebben als je zegt van nou, al beide camera's staan goed opgesteld en ik wil op opnemen drukken. Dan gaan ze alle twee exact hetzelfde moment opnemen. Dat is heel makkelijk. Kun je later met de computer eventueel een dubbele film van maken. Je kan ook de camera's aan elkaar hangen. Maar je kan ook zeggen, ik koop nog zo'n afstandsbediening. En ik zet bijvoorbeeld op zone 1 zet ik de grote camera. Op zone 2 zet ik de kleine camera. En dan kun je ze individueel van elkaar af gebruiken. Dat is dus een heel mooie functie met die multiport. Die multiport stond vreemd genoeg niet op de handleiding die via internet te lezen was. En stond ook nergens anders op de Sony site vermeld. Dus dat is echt een hele aanwinst als je dus je camera op afstand wil bedienen. Ik had eerst een DSLR spiegelreflex of een andere camera. Die kun je dus nooit met een afstandsbediening bedienen. Of je moet hele dure apparatuur hebben die dan aan het systeem draait. Maar dit is ontzettend makkelijk. Je kan heel veel camera's kun je deze afstandsbediening voor gebruiken. Wel altijd even goed kijken wat voor type. Wat nog wel even een gegeven is. Je ziet al, dit heeft een beetje een aparte vorm. Uitsparingjes. Dat komt omdat de Sony aansluiting heeft hier ook aparte vorm. Als je sommige microfoons zou willen plaatsen die niet van Sony zijn, dan ga je een probleempje hebben, want deze valt zo in de groef. Het is een beetje moeilijk op beeld te krijgen, denk ik. Zo in de groef en dan kun je hem iets schuiven. Er zit ook een veertje in. Misschien ook een beetje moeilijk op beeld te krijgen. Die houdt hem op zijn prik. Dus stel dat je de rode VideoMic Pro die ik nu op mijn grote camera heb, zou willen plaatsen, zal het misschien wel gaan. Maar wel met wat moeite, want hier zit vrij weinig ruimte. Want bij de AX53... Ik niet meer veel, die zit raast in de kooi. Is dit kapje wel twee keer zo groot, ongeveer zo. Heb je hier veel meer ruimte. Kun je heel makkelijk zo. Zo gauw als je Sony accessoires hebt met dit profiel, is niks aan de hand. Dat is wel even een nadeel aan deze camera. Het verwijderen van de accu heel eenvoudig. Je doet met de ene vinger dit veertje naar achteren. En met de andere hand, hop. Zelfde aansluiting. Dit is dus de MPVF7 toch? Die hoort eigenlijk bij de AX53 standaard. Of de AX33. En de kleine accu die dus bij deze camera hoort. Is Sony MPV50. Die is dus, zoals we zien, aanzienlijk kleiner. En die moet ik nog opladen. Dat is dus de reden waarom ik eventjes een review deed met de grote accu. Werkt in principe hetzelfde. Je kan hem ook op de grote camera gebruiken. Alleen is die de helft van de capaciteit. Deze houdt het 3 uur uit als ik hem net opgeladen heb. Als ik hem een beetje gebruikt heb, houdt hij 2 uur uit. Daar staat hij voor genomineerd. In deze kleinere camera houdt deze het dus 5 uur uit. En er is dus nog de andere te koop. De doos erbij gepakt van de camera waar ik nu mee film, de Sony Handycam 4K FTR AX53. En hier wordt onder andere reclame gemaakt met de NPVF 100A. Die kost
100 euro. Die houdt het met deze camera 5 uur uit, met de AX53. Die houdt het met de Sony Handycam HDR CX625 10 uur uit. Want deze camera's gebruikt de helft van de grootte. Vandaar dus ook dat met deze accu 5 uur uithoudt. En met deze meen ik iets van 2,5, 3 uur. Moet ik even nakijken. Maar ik heb dus die kleine camera gekocht om wat mobieler te zijn. De grote camera weegt 625 gram. En deze camera weegt ongeveer 300 gram. Met de kleine accu. De grote accu is die iets zwaarder. Maar nog aanzienlijk lichter dan deze. Nou, dat is wel. Met deze kun je in 4K en Full HD filmen. Met deze kun je alleen in Full HD filmen. En 27p. Op zich geen probleem. Maar ik heb hem eigenlijk gekocht dat hij lekker licht is. Makkelijk mee te nemen. En die andere heb ik een kooi mee zitten. Dus die is eigenlijk meer gemaakt voor, zoals ik nu doe, filmen van bovenaf, filmen op een statief. Heel handig. Ja, en nu laat ik nog beelden zien met opname van een nieuwe camera. Nou, de eerste opname, mevrouw Denekamp. Wat vindt u ervan? Duimpje omhoog. Twee duimpjes. Heel goed. En nou moeten we eens even gaan uittesten. Ja. Wat het wordt, hè? Ja. Coco. Oh, zit op de bodem. Hey. Oh, Rien. Hallo, jongen. Ja, hè? Ja, die gek die doet het weer, hè? Kijk. Even kijken of ik mijn vogelhuisje erop kan krijgen. Met mijn stokje. Ja, gaat ook wel lukken. Tadam, tadam, tadam. En dan bellen de buren, want de hond... Net als bij die andere, die accu die gaat wel hard. Dan moet je echt... Ja. Je kan die grote accu erin steken, maar als je bij die grote lang wil doen, dan moet je gewoon een tweede accu hebben. En deze accu doet het met die een uurtje. Maar ja, je kan het toch wel even uitproberen. Ja, zeker. Dat is fijn. Ja, dan moet ik dan. Pam, 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 pam. Nou, even kijken. De trap op. Beetje hoek. Ja. This is waar je het doet. We gaan best wel goed. Tadam, tadam. En dan op je kamer. Ja, volgens mij doet die Rolux wel een hele hoop. Het is ook even wennen. Met die andere camera gaat het allemaal vanzelf. Hoef je dat niet of nauwelijks bij te stellen. Maar bij deze wel iets meer. Want nou zet ik hem weer op automatisch. Nou, merken volgens mij al dat het beeld weer anders wordt. En dit is dus de test met de grote AX53. Het is wel een andere dag. Maar dit staat er vaak een stuk beter op. Dus ben heel benieuwd. Ik heb uiteindelijk besloten om deze camera terug te sturen. Je zou misschien zeggen waarom. Nou, de beeldkwaliteit van de AX53 natuurlijk niet helemaal te vergelijken. De prijsklasse is bijna dubbele. Is aanzienlijk beter. Maar er waren toch te veel ontbrekende, of wat ruisen op de achtergrond, zeg maar. Ontbrekende puntjes in beeld. Nou, dit was het voor deze keer.
Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen als je meer van mij wil zien. Of een duimpje naar beneden als je denkt, het is helemaal niks. Of te abonneren op mijn kanaal. Dit is gratis. En dan krijg je de volgende keer als ik een videootje post, krijg je een berichtje. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.